Bij een nieuwe video. En in deze video heb ik nog steeds een Wies de mol video. We gaan in deze video niet precies kijken naar wat de molacties van Anna waren, maar vooral wat haar tactiek was. Want als je kijkt naar de voorgaande mollen en die tactiek een beetje onthoudt, kan je heel goed de mol ontmaskeren. Zo zat ik daarom dit jaar ook op de goede mol. Um, en dan ga ik in deze video natuurlijk ook bekendmaken wie nou eigenlijk de Topito heeft gewonnen. En uh, ben je nou uh, nog steeds niet Wies de Mol klaar, maak je geen zorgen. Want ik ben aankomende dus zondag, zondag 17 februari bij de Mol Vendag. En hier ga ik ook een video van maken. En aansluitend begint ook het Wies de Mol België seizoen. Daar ga ik ook video's van maken. Dus blijf geabonneerd als je dat ook wilt zien. Want dat is ook altijd echt heel erg vet. Laten we dan even helemaal aan het begin beginnen. Wat is nou het doel van de mol? Dat is natuurlijk zo min mogelijk geld in de pot en zo min mogelijk opvallen. En dat doet hij zeker niet in zijn eentje, want samen met de regie, die ook echt de grootste mol is eigenlijk altijd, doen ze dit. En ze weten daarom ook van tevoren altijd alles. De mol weet waar het min geld zit, de mol weet waar het plus geld zit, de mol weet waar de sleutelposities zitten en ga zo maar door. De regie weet dit natuurlijk ook en waar de mol precies hanteert en daarom zal de regie altijd. Verdachte acties van kandidaten heel groot in beeld brengen, wat dus helemaal niets is. Een goed voorbeeld van iets wat groot in beeld is gebracht, maar we niks uit konden halen, is onder andere Dia del Toppel. De eerste opdracht van de eerste aflevering, waarin Anna gesminkt door het de groep heen liep. De regie wil natuurlijk heel graag dat wij al die gezichtjes gaan doorzoeken en gaan kijken van wie is nou de mol? Waar kunnen we iemand in herkennen. En om goed te onthouden dat dit gewoon een half jaar van tevoren is opgenomen. Dus iedereen die daar rondloopt, figuranten zijn, ze mensen hebben gekast die lijken op de huidige kandidaten. Dus we gaan er niks in vinden. Er is één iemand die wat gevonden had. supergoed van Jan Mollevi. Maar dit is zo'n punt waarin je verder moet gaan kijken dan dat de regie wil. Er hingen namelijk ook ballonnen van Happy Birthday. En Dia Del Topo, Dag van de Mol, werd uitgezonden op de dag van de mol. De verjaardag van de mol. En dit was ook een officiële hint. Dus Ietsjes verder kijken dan dat de Riege eigenlijk wil, kunnen we echt mooie hints uithalen. Als we dan nog eventjes bij aflevering 1 blijven, is dit ook een hele belangrijke aflevering voor de mol. Het is natuurlijk enorm spannend en je wil als mol niet opvallen. Zo heb ik wat ex-mollen gesproken en die zeggen ook, het is super nerveus om het seizoen te beginnen. En je wil gewoon echt kandidaat lijken en een beetje geld verdienen, zodat je het vertrouwen van de groep hebt. Ook bij Anna zien we dit weer terugkomen. 6000 euro is alleen iets meer geld dan dat ze verwacht had, maar ze werd wel heel erg vertrouwd meteen door Jip en de rest van de kandidaten. De mol weet natuurlijk ook waar alle sleutelposities zijn en wil hier ook zo het liefst mogelijk zo vaak mogelijk staan. Maar het kan natuurlijk niet altijd. Toch als je kijkt, stond Anna best veel op sleutelposities en heeft ze gewoon hele goede plekken gehad. Dus je moet eigenlijk ook vaker kijken naar follow the position in plaats van follow the money. Want follow the money hebben we natuurlijk gemerkt dat dat niet altijd klopt. Laten we het dan even kort ook nog over follow the money hebben. Want een paar jaar geleden hebben we natuurlijk al gezien dat dit niet helemaal klopt. Maar je kan er wel een klein beetje iets uit halen. De kandidaat die het minste of het meeste geld verdient zal sowieso niet de mol zijn. De mol zou eerder voor een veilige tussenweg pakken. Dus in plaats van 3000 euro, min 3000 euro te pakken zou een mol voor min 500 gaan. Precies wat Anna dit seizoen heeft gedaan. Een veel terugkerende mol-tactiek is de net-niet-kandidaat, waarin de mol dus heel hard zijn best doet, maar net te laat komt of net een item te weinig meeneemt of een vraag verkeerd beantwoordt, waardoor de opdracht mislukt is. En ook bij Anna zien we dit weer veel terugkomen, bijvoorbeeld bij de stedenopdracht met de, kistjes, eh, met de tafeltjes eh, in, de ste, in de stad. Of bij de muziekopdracht waarin ze net te laat kwam. En ze doet dit ook vaak samen met een andere kandidaat, waardoor het niet helemaal aan haar ligt en ze samen met de groep dus verdacht zijn of de opdracht laten mislukken. Ook gaat de mol erg goed op chaos. Als een kandidaat er namelijk al een zootje van loopt, ga je dit alleen maar verder opjagen. En dit zien we Anna ook weer dit seizoen doen. Bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen, waarin Fons er eigenlijk al een zootje van had gemaakt. Ze ging maar lekker door met schreeuwen van bepaalde borden en nummers, maar daar heb je natuurlijk niks meer aan als de opdracht door een kandidaat al helemaal verpest is. De mol wil natuurlijk niet verdacht lijken, maar wil dat de andere kandidaten enorm verdacht zijn. Dus iemand de schuld geven van een fout of op het matje roepen van hun fout is heel erg belangrijk voor een mol. Zo deed Anna dit ook aan een van de eerste afleveringen, waarin ze dus aan Rian en Babs vroeg waarom ze eigenlijk helemaal geen extra schilderijen hadden gekocht. Maar als Anna haar opdracht net iets beter had gedaan, hadden ze helemaal geen schilderijen bij moeten kopen. Dus een fout van Anna, maar de schuld geven aan Babs en Rian. Een mol zou ook heel graag succes op eisen. Van kijk, ik heb dit gedaan, ik heb geld verdiend, ik heb het goed gedaan. Uh, zo lijk je namelijk extreem kandidaat. En wat hebben we dit vaak bij Anna gezien? Vaak juichen wanneer er geld verdiend wordt of andere dingen. En nou, de mol gaat natuurlijk dood van binnen, maar van buiten was ze altijd heel enthousiast. En dan als laatste tactiek van de mol heb ik ook eigenlijk de tactiek als laatste gaan. De mol gaat altijd als laatste in een opdracht die één op één met Rick is of waar ze in zijn eentje. Rondlopen. Denk even aan de opdracht waar ze met de kistjes en de envelopjes zitten. De mol weet natuurlijk wat alle kandidaten voor hem heeft gepakt, dus dan weet hij een beetje hoe groot ze moeten gaan mollen. Dus als je een beetje kan achterhalen wie dan als laatste gaat, kan je de groep van de mensen die verdacht zijn veel kleiner maken. Dit waren alweer de tactieken die een mol vaak zou doen tijdens een seizoen. En Anna dus ook heeft gedaan. Ik heb hier ook een beetje op gelet, want ik heb dit van voorgaande seizoenen natuurlijk meegenomen. En zoals jullie weten, heb ik gewoon de mol gevangen. Om het zo maar even te zeggen. Uh, ik weet dat er misschien nog wel wat meer hints zouden zijn. En ik ben ook nog niet helemaal klaar. Want er zijn nog wat dingetjes en wat vragen die voor mij onbeantwoord blijven. Dus Anna, als je deze video kijkt, laten we even contact opzoeken. Want ik heb nog wel wat vragen voor jou. Heb jij nou nog uh, leuke theorieën of tactieken die de mols doet in een seizoen? Zet ze vooral in de reacties onder deze video. Want dan kunnen we nog beter uh, de mol vangen in een Nederlands seizoen. Of natuurlijk het aankomende België seizoen. Dan zijn jullie natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar wie nou de Topito heeft gewonnen. En in deze video maken. Maak ik het eindelijk bekend. Want de winnaar van de Topito is H1 Scotty. Heel erg gefeliciteerd. Uh, ik heb jou gekozen omdat je echt een hele lieve reactie had gezet. En uiteindelijk hadden mensen dit ook, uh, meerdere mensen dit gezegd. Maar jij was de eerste. Je gaat hem namelijk delen samen met je broer en zus. Zodat je neefjes en nichtjes er ook nog plezier van hebben. Nou, dat vind ik echt een heel, heel erg mooi. Want een Topito is natuurlijk delen en samenbrengen. En ik vond het een heel erg lief verhaal. Nog een leuk verhaal over de topito, en dat weet je allemaal nog niet. Ik heb deze een keer meegenomen naar Moltak. En uh, toen hebben Babs, Fons, uh, Rosario, Anna en nog wat meer kandidaten en de presentatoren van Moltak die er toen waren, uh, de topito vastgehouden. Dus je hebt ook gewoon een topito die de mol echt vast heeft gehouden. Nog vetter natuurlijk. Dus mail even mij naar winactieapstaatjekipcoj.nl en dan komt deze topito jouw kant op. Dan kijken we natuurlijk, zoals altijd, ook nog even naar de app. En ik heb natuurlijk het laatste groene scherm waar ik heel blij van was. Uh, hier kun je nog even de aantal punten zien die ik heb gehad. Ehm. Um... Maar ja, het hadden er natuurlijk veel meer kunnen zijn. Zoals de winnaars in mijn pool. Die eigenlijk het hele seizoen al op Anna zaten en het helemaal goed hadden. Het zijn er een aantal, maar ze krijgen allemaal even een shout-out. Het is namelijk Luke, Luke al in, die natuurlijk altijd al in gaat. Anna de Mol, nou ja, logische naam. Cyburn. En je zal het niet geloven, maar volgens mij heeft hij al drie keer nu de pool gewonnen. Het is gewoon ta steven. En enorm gefeliciteerd jullie allemaal. Jullie hebben het vanaf het begin goed gehad. Dus dikke shout-out naar jullie. Dit waren alweer de mol-tactieken van uh, deze video. Uh, wat kan je nu nog qua video's verwachten? Ik ga natuurlijk nog naar de Wieselmo Vendag En kom je me daar nou tegen? Uh, spreek me vooral aan, want ik ben altijd heel erg benieuwd naar wie precies mijn video's kijkt. En ook daar komt natuurlijk gewoon een video weer van online. Ga je nou ook de Wie is de Mol België kijken, daar komen natuurlijk ook weer video's van mij online op 24 maart begint dit. En omdat jullie de video helemaal uit hebben gekeken, krijgen jullie ook een kleine spoiler van mij van wat jullie kunnen verwachten van die video's. Want misschien dat ik weer iets met een winactie ga doen met dingen van de Mol België. Nou ja, uh, kleine spoiler, maar uh, blijf geabonneerd op mijn kanaal zodat je die video's gaat zien. Uh, dan wil ik jullie heel erg bedanken sowieso voor het kijken en dan zien we je misschien in een vorige, volgende video. Vonden jullie dit een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal. En zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video op de of op de Vendag.